Wie kan meepraten over onze grondwet en kent de albums van Amy Winehouse? Wie weet alles over thee? Wie is thuis in de VS, kent de topscorer in het Europese voetbal en weet waar de afkorting LHBTI voor staat? Wie is de slimste mens? Er zit Martin Visser. De Telegraafman zit te azen op chocoladeletters in zijn krant. Met de kop, onze Martin Visser is de intelligentste van het land. Of er zit Frank Heijnen. BN'ers met tattoos, hij weet ze bijna allemaal. Hij mag dan licht krankzinnig zijn, hij spreekt wel de slimste taal. Of er zit Jacob Derwig. De acteur is gelauwerd en bekroond. Als hij iets doet, doet hij het goed. Hij is tot in de puntjes voorbereid. Maar pas op, want intussen ruikt hij bloed. Welkom bij de slimste mens. Goedenavond en welkom bij de grande finale van de slimste mens. 6 weken lang hebben de kandidaten hier de hersens laten kraken. En over 40 minuten weten we wie de allerslimste is en de titel overneemt van onze vorige winnaar, cabaretier Lisa Loep. 2 kandidaten hebben zich gisteren geplaatst voor deze laatste krachtmeting. En eentje wist al weken dat hij hier zou zitten. De nummer 1 in het klassement, Jacob Derwig. Welkom terug, Jacob. Als eerste geplaatst, dat betekent dat jij favoriet bent. Ja. Hoe voelt dat? De druk is enorm. Ja. Deze stoel wordt wel de uitdagerstoel genoemd. Dus ik voel me eigenlijk wel, toch wel iets meer de underdog vanavond. Mm-hmm. Want ik heb deze man ook bezig gezien en die weten gewoon achterlijk veel. Dus ik moet aan de bak. Ja, begrijp ik. Dan nog iets. Nog nooit in de geschiedenis van dit programma heeft een acteur gewonnen. Dus ik neem aan dat alle hoop van het acteursgilde op jou is gevestigd. Ja, het acteursgilde heeft gebeld en gezegd, doe je best. Nee, dat zou wel mooi zijn. En terecht ook eigenlijk. Hmm. En het zou ook een mooi steuntje in de rug zijn, vind ik, voor onze beroepsgroep. We hebben het laatste jaar toch wat te voortduren gehad met voorstellingen afgelast. En, kortom, de druk wordt alleen maar groter. Wordt alleen maar groter, ja. Ja. Frank Heijnen, welkom terug. Dankjewel. En welkom in de grande finale. He, dat heb je verdiend. Hoe is het met de wedstrijdspanning? Die is aanwezig. Ja. Ja, meer kan ik er niet over zeggen. Nee. We hebben het hier al vaak over jouw grote liefde gehad, dokter Pomsky. Ja. Wat waren haar woorden toen je hier de studio binnenging? Nou, ze zei, en een beetje vooruitlopend op de zaken, mocht je winnen, vergeet je mij dan niet te bedanken. Ja, maar dat wou ik zeggen. Heb je in je achterzak al een dankspeech? Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel even over nagedacht. Maar ik ga toch voornamelijk improviseren. Want het lijkt me echt de goden verzoeken als je met een dankspeech. Ik heb niet zo heel veel ervaring met dankspeeches en prijzen winnen. Het is wel eens voorgekomen. Maar dan wist ik vaak niet dat er een prijs te verdelen viel. Dus dan improviseerde ik wat. Dat zijn ook vaak rare dingen. En dat ben ik vanavond ook van. Maar je moet je in je zenuwen dus moet je haar niet vergeten. He? Nee, maar ze is zo vaak voorbijgekomen in dit spel, dat moet wel lukken. Ja, en ik zie dat thuis ook wel eens. Martin Visser. Jij ook welkom in de grande finale. Dank je wel. Ik neem aan dat de voltallige redactie van de Telegraaf, inclusief de sportredactie, nu voor de buis zit. Ja, dat neem ik ook aan. Maar ik hoor dat er een vraag aankomt over de topscorer in Europa. Dus die liggen nu al dubbel van het lachen, denk ik. Ja. Jouw hoofdredacteur Paul Jansen, die werd hier 3 jaar geleden tweede. Hebben we al eerder gememoreerd. Elke keer weer. Dus ja. Ligt de lat zo hoog, inderdaad. Ja, en ik wil je niet bang maken, maar hij verloor van Sander Schimmelpennink, die tegenwoordig columnist is van de Volkskrant. En nu zit jij naast een andere columnist van de Volkskrant. Ja, lijkt me een mooi moment voor revanche. Ja. Ja? Jij ziet dat niet als een teken aan de wand? Nee, daar geloof ik helemaal niet in. Nee. Mm-hmm. We zullen het zien in ieder geval. En natuurlijk is hij er ook in de grande finale. De sloopkogel der onwetendheid. Onze juryvoorzitter Maarten van Rossum. Ja, Maarten. De kijkersvraag van vandaag komt uit Amsterdam, van Pipa. Zou u het wat uitmaken als iedereen negatief over u denkt? Nou, als iedereen negatief over mij zou denken, zou ik dat niet prettig vinden. Maar ik weet zeker dat ik een kleine stem van binnenuit zou zeggen, ik heb toch lekker gelijk. Vooral als iedereen iets denkt, moet je eigenlijk onmiddellijk denken, zou dat wel kloppen. Is dat wel in orde? Hè?
Dat is een verplichting die elk verstandig mens heeft. Maar jij bent een beetje onze knuffelbrombeer, hè? Ja, hoewel ik hier weinig geknuffeld word. Of het moet zijn mentaal geknuffeld dan. Maar ik ben helemaal, zoals je weet, als je goed hebt opgelet, helemaal geen brombeer. Ik ben wel kritisch ten aanzien van zaken. Wat? Dwarsdenker. Ja, dat impliceert ook dat ik expres dwars denk. Maar dat is helemaal niet zo. Het is alleen zo dat vaak dingen in deze wereld zo wonderlijk in elkaar zitten of zo krankzinnig zijn, dat je verplicht bent om daar kritiek op uit te oefenen. Ik zou eerder zeggen dat als we het een beetje redelijk aanpakken, mopperhuis een hele nuttige maatschappelijke functie hebben. Maarten, we danken je wederom voor deze wijze les. We gaan beginnen. En ja, je weet het, we beginnen met 3, 6, 9. Jullie starten met 60 seconden. Elke derde vraag levert 10 seconden op. Daar gaan we, Jacob. Hij is topscorer aller tijden op EK's en in de Champions League. En nog steeds op het allerhoogste niveau actief. Zijn naam? Cristiano Ronaldo. Dat is goed. De in 2011 overleden Amy Winehouse heeft slechts 2 studioalbums uitgebracht. Noem één van deze albumtitels. Back to Black. Ja, en die andere is Frank. Voor 10 seconden, Jacob. Kamala Harris, vicepresident van de Verenigde Staten, nam afgelopen november even de leiding over van Joe Biden. Voor hoe lang was ze de eerste vrouwelijke president van de VS? Een dag? Nee, Frank. 12 uur? Nee, Martin. 6 uur? Nee, het was 1,5 uur. Ja, ja, wat was er aan de hand, Maarten? Biden werd geopereerd. En kennelijk was hij zo weer zo snel bij de tijd dat het maar 1,5 uur duurde. Het was tijdens de narcose eigenlijk. Ja. Zij was even president tijdens de narcose. Ja. Het was een colonoscopie, toch? Dat ze even... Kennelijk had hij toch een roesje. Of hoe? Ja, een roesje. Ja, heb je een roesje. Ja, dat is zo'n coloscopie, heet zoiets. Colonoscopie. Ja, die president hebben altijd poliepen. Ja. Dat zeg ik, poliepen. Jacob, het is een rage, deze mierzoete thee met fruitballetjes die je door een dik rietje naar binnen slurpt. Hoe noem je deze thee? Bubble tea? Ja, dat is, ja, bubble tea, ja, ja. Wie schreef het boek Het leven is verrukkelijk? Remco Kampert. Ja, Remco Kampert, ja. Voor 10 seconden, ik heb een luistervraag, dus luister eerst, daarna stel ik de vraag. Ja, we hoorden hier Joke Meijer die tijdens de coronacrisis met muziekfilmpjes op social media de mensen een hart onder de riem stak. Onder welke artiestennaam is ze bekend geworden? Orgel Joke? Ja, Orgel Joke, ja zeker, ja. LHBTI luidt de afkorting. Waar staat de I voor bij deze 5 letters? Nee? Pas. Frank? Nee, pas. Martin? Intersexa. Ja, intersexa, dat is, of interseksueel. Ja, dat is het. He, dus LHBTI, dat is lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersexe. Martin, we gaan met jou door. De grondwet van Thorbecke wordt gezien als de basis van onze tegenwoordige parlementaire democratie. Uit welk jaar stamt zijn versie van de grondwet? 1848. Ja, natuurlijk, 1848, ja. Was dat niet het jaar dat die koning plotseling heel anders ging denken over zoiets als democratie? In één nacht. In één nacht, precies. Hij was in één nacht liberaal geworden. Was die om, ja. Ja, ja, maar... hij zag de Bijbel hangen. Ja, precies, ja. Gezien de gebeurtenissen elders in Europa. Ja. Martin, voor 10 seconden. Istanbul is de enige stad ter wereld die op 2 werelddelen ligt. Europa en Azië. De 2 continenten worden van elkaar gescheiden door een brede rivier. Hoe heet die rivier? Dat weet ik natuurlijk, maar nu moet ik erop komen. Istanbul, hè? Nee. Tja, dat krijg je dan, hè? Jacob, jij weet het ook. De Ebro, nee. Nee, Frank. De Bosporus. Ja, ja, het is de Bosporus, ja. Frank. Ja.
Welke Belgisch-Amerikaanse psycholoog schreef de bestsellers Erotische Intelligentie en Liefde in Verhouding en werd wereldberoemd met haar podcast Where Should We Begin? Waarin je kunt luisteren naar koppels in relatietherapie. Esther Perel. Ja, dat is helemaal goed. Rolling Stones zanger Mick Jagger en gitarist Keith Richards hebben iets gemeen met Maarten van Rossum. Ze zijn in hetzelfde jaar geboren. Welk jaar is dat? 1944? Nee. Martin? 42. Nee. Jacob? 1959. Probeer je nou de voorzitter op de een of andere manier door te palmen. Het is 1943. Goed, we zijn weer terug bij Frank voor 10 seconden. Yes. Welk muziekstuk uit de 16e eeuw, dat we bijna allemaal wel eens meegezongen hebben, wordt toegedicht aan Philips van Marnix van Sint Aldegonde? Wilhelmus. Ja, dat is het. Wilhelmus, ja. Wanneer was de laatste keer dat je dat uit volle borst hebt meegezongen? Dat kan ik me niet heugen. Ik ben eigenlijk niet zo... Je bent niet zo zingerig van... en ook niet zo van het Wilhelmus. Dus die combinatie is finest. Ken je de tekst nog? Nou, zover als het bij voetbalwedstrijden is. Verder niet. Wilhelmus van de Sauw ben ik van Duitse bloed. Ja, precies. Ja, bij het Nederlands elftal moeten ze nu verplicht meezingen. Volgens mij bij de vorige bondscoach al begonnen ze opeens uit volle borst. Omdat ze het idee hadden dat dat werkt. Omdat de Italiaanse ploeg altijd bij het Fratelli d'Italia dat schreeuwt met z'n elfen. En die winnen vaker. Ja. Dus ze dachten, dat moeten wij ook eens proberen. Maar krijgen ze dan een soort cursus daar in Zeist? Ik weet niet, ze kunnen wel een liedje onthouden. Daar heb je geen cursus voor nodig. Ja, ik weet niet. Martin? Ik zing het nu bijna nooit meer. Ik heb het al geleerd als kind. Ook Mijn Schild en de Betrouwer leren wij ook in de christelijke school. Ja. Is dat een volgende zin? Nee, dat is een ander couplet, het zesde couplet. Maar dat weet jij nog? Ja, Mijn Schild en de Betrouwer zegt, gij, oh God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij niet meer. En nu ben ik het... En de rest weet ik ook nog. Ja. Voor een andere keer. De volgende keer dan zing je het voor ons. De volgende keer dan zing ik het, ja. Ja. Durf ik wel te beloven. Jij, ik kan me alleen herinneren dat op een gegeven moment sprake was van een wetsvoorstel dat Wilhelmus op lagere scholen ingestudeerd zou moeten worden. Ja, dat was... Ja. Hoe heet hij nou? Buma. De burgemeester van Leeuwarden. Ja. Buma. Zeker. Ja. Ik vond dat een goed idee. Hij wou ook iets populistisch doen. Ja. Frank, voetballer Frenkie de Jong, over voetbal gesproken, is vernoemd naar een popband. Welke? Frenkie Goes to Hollywood. Ja, dat is goed. Austin is de hoofdstad. Houston is de grootste stad van deze Amerikaanse oliestaat. Welke staat is dat? Texas. Natuurlijk, dat is Texas. De laatste vraag van deze ronde voor 10 seconden. Bésame, bésame, mucho. Wie kent dit Spaanstalige nummer niet? Maar wat betekent bésame mucho? Kus me veel? Ja, dat is het, ja. Tussenstand is nu... Martin heeft 60 seconden, Jacob die heeft er 70... en Frank op kop met 90 seconden. En we gaan door naar de tweede ronde. In onze ronde open deur worden de vragen gesteld door 4 bekende Nederlanders. Vanavond kan je kiezen uit Olympisch kampioen Sivan Hassan, strippsychiater Sigmund en het Heel Holland Bakt duo. Jannie van der Heijden en André van Duin. Martin, jij mag kiezen. Sigmund, alsjeblieft. Daar komt Sigmund. Vroeger was alles beter. Mensen waren nog gewoon prettig verslaafd aan alcohol, drugs, gokken, seks of roken. Maar dat was toen. Tegenwoordig zie ik alleen nog maar patiënten met een smartphoneverslaving. En mijn behandeling werkt ook maar niet. Terwijl ik ze toch minstens 10 keer per dag een app stuur. Zet dat ding uit! Wat weet u trouwens van Steve Jobs? Zeg het maar. Steve Jobs, Apple, hij is overleden. De iPhone, de Steve Jobs is begonnen in zijn zolderkamer, in zijn garage. Dus de oprichter van Apple, Steve Jobs. Rijkste man op aarde. Nee, pas. Jacob. Hij is de directeur van Apple geweest, de zakelijk oprichter, de ontwerper. Hij heeft altijd een zwarte kooltrui aan, hij had gimpen aan. Hij heeft... Steve Jobs.
Hij is zijn biopic over hem geweest. Toen werd hij gespeeld door... ik pas. Frank? Hij deed dat van die live presentaties van nieuwe apps en nieuwe toestanden. Pas. Hij is een Amerikaan. Leuk. Ja. Of tenminste, dat was hij. En heeft de Oscar gewonnen. Ja. En hij hield dan altijd een lange presentatie, hè, heel uitgebreid. En dan zei hij aan het eind... dan leek het alsof hij klaar was. En dan zei hij, oh, one more thing. En dan kwam het. Ja. Ja, ja, dat wil ik. Wat is het belangrijkste? Als hij het zegt. Ja. als jij het antwoord geeft, dan denk ik altijd... ja, dat was het antwoord. Ja, ja. Ja, dat is ook de bedoeling eigenlijk, ja. Maarten, wat is zijn verdienste? Het interessante is natuurlijk dat hij bekend staat als een creatief genie... maar dat was hij eigenlijk helemaal niet. Zijn grote talent was de mogelijkheden te zien van fantastische dingen... die andere mensen bedacht hadden. Dus het hele interface van de Mac bijvoorbeeld... is helemaal niet bedacht door Apple en ook niet door Steve Jobs. Hij ging kijken bij Xerox PARC. Dat is een firma dat die maakte fotocopieerapparaten... maar die had ook een soort van ontwikkelingsafdeling. En daar hadden ze dat hele gedoe met die muis en met WYSIWYG... what you see is what you get. En nou, hoe je dat het beste kon inrichten. En hij dacht, dat is geweldig. En Xerox deed er geen kloot mee. En hij heeft dat gebruikt en met geweldig succes. Oké. Okay. Dankjewel, Steve Jobs. Dan gaan we naar Jacob. Die mag kiezen uit André van Duin en Jannie van der Heijden of Sivan Hassan. Sivan Hassan. Daar komt ze. Het is mooi om na een goud race op het podium te staan. En het is voor liedje te horen. Maar toen ik in Tokio 5000 meter had gewonnen, hoorde ik een liedje. Dat was voor mij niet Willem Helmes. Was iemand vroeg mij, ga je dit? Ik heb geen idee, maar u misschien wel. Wat weet u van Snollebollocks? Snollebollocks is van Rob Kemps. Het is een carnavalshit. Het is, je kan meedijnen van links naar rechts. Het is carnaval, oeteldonk. Ja, Rob Kemps, de slimste mens. Chansons is hij ook in afgestudeerd. Pas. Martin. Pas. Frank. Hij heeft altijd een rode colbert aan of oranje colbert. Pas. Ja, en het afgelopen najaar trad hij wederom op in de Gelredome. 4 maal totaal uitverkocht. Ja. En tenslotte, voor Frank heb ik André van Duin en Jannie van der Heijden. Ja. Dit is een worstenbroodje. Ja, dat is eigenlijk heel simpel te maken. Je neemt gewoon een worstje, dat rol je in een plak deeg... je gooit hem een paar minuten over, klaar. Kijk, daarom zit jij dus niet in de jury van Heel Holland Bakt. Hoe bedoel je? Nou, omdat het zo eenvoudig helemaal niet is. Het niet? Gaat om exacte hoeveelheden, temperaturen... alles moet op elkaar afgestemd zijn. En eigenlijk is het net een chemisch proces. Precies zoals dit verschijnsel. Welk verschijnsel? Wat weet u van... fotosynthese. Fotosynthese. Ja. Fotosynthese, planten maken van zonlicht energie. Even kijken dat... of ze maken daar... Ja, groene bladeren hebben daar mee te maken. Pas. Martin? Zijn het voedingsmiddelen die ze maken? Fotosynthese, scheikundig proces. Pas. Jacob? Zuurstof, chlorofiel, planten, groen, nerven, bladgroen, fotosynthese, zonlicht, energie. Pas. Kijk, het gaat zo. Het is een proces waarbij planten water en koolstofdioxide onder invloed van licht omzetten in zuurstof en glucose. Hele volzin, maar zo is het. En dit is de tussenstand. Martin, 56 seconden. Frank, 110 seconden. Jacob op kop met 115 seconden. En we gaan door naar de derde ronde. Met groot genoegen kondig ik jullie de puzzelronde aan. We zoeken 3 verbanden, elk omschreven met 4 trefwoorden. Martin, hier is jouw puzzel. Stappen binnen hand als NASCAR's uitgaan. Bandbreedte, telefoon heeft geen bereik.
Rooksignalen, roze navelbreuk, roze koek, glimlach van een baby, rookwaren. Van een baby, van een babybreuk, breuk, botbreuk, nee, van een roze pas. Frank. Signaal, nee, god, roze koek, lijn, pas. Tikkie. Jacob. Wolk. Ja, dat is het, wolk, ja. Ja. Wolkbreuk, bijvoorbeeld. Ja. Ja. De volgende puzzel is voor Frank. Even kijken. Schudden. Klopt. Stopt. Uien. Schillen. Steek. Banco. Boud. Haar. Fiets. Tot iemands hart. Sleutel. Even kijken. Bos. Ja, je hebt ze alle drie. Voor de appspelers, dit zijn de antwoorden op de vraag van de dag. Wilt u ook zo'n slimste mens mok winnen? Download dan de app en speel mee. En de laatste puzzel is voor Jacob. Kamp, allergie, vies water is whisky. Water is whisky. Huisverspilling, gevecht. Wacht even hoor. Paas, haas. Nee, paas, ontbijt. Paas, bekken, heup, kamp. Ik zie het helemaal niet. Astronauten, pak, astronauten, helm. Werkkamp, water is whisky, is aangelengd. Hooi, koorts, allergie. Glutenallergie, nee. Een melkallergie, lactoseallergie. Bekken. Kamp. Ik pas. Ik zie het helemaal niet. Martin. Vuil. Toch in ieder geval. Grof vuil, astronauten, ruimte. Allergie, strijd. Paashaas, eten, voedsel. Kamp. Gevecht, strijd, gevecht, paashaas. Pas. Frank. Ei, haas, weekend, pas. Vuur. Paasvuur. Vuurwater. Oh ja. Ja, en vuurgevecht. Kortom, tussenstand is nu. Het is nu weer even heel anders. Jacob 91 seconden, Martin 134 seconden. Frank op kop met 164 seconden. En door naar de vierde ronde. De galerij. 8 foto's met 1 thema, zoals jullie weten. Jacob, hier is jouw galerij. Neptunus. Zeus. Apollo. Nee. Apollo. Pas. Dit is... Justitia. Ja. Dit is... Heeft ze daar een slang? Dit is een engel. Pas. Ja, Dionysus. Apollo. Venus. Afrodite, ja. Nog 2, Martin. Athene. Nee, niet Athene. Eros. Pas. Ja, ja. Nice. Ja. Dat is helemaal rond. Ja. Maarten. Ja, mochten ze ooit een standbeeld van jou willen maken, hè? Waar zou het dan moeten komen? Ten eerste zou ik het willen zitten bij het standbeeld. De meeste mensen die het tot het standbeeld gebracht hebben, die zitten, zijn sympathieke figuren. Staan ze dan, kunnen het sympathieke figuren zijn. Zitten ze op een paard, dan weet je zeker dat ze die gedeugd hebben. Dus ik wil graag zittend afgebeeld worden. À la Lincoln en Johan de Witt. Om maar eens een praktisch voorbeeld te geven. Maar eens een paar voorbeelden te geven, ja. En dan wil ik graag dat het standbeeld wordt geplaatst... bij het uitzicht op de Wageningse Berg. Bij het uitzicht over de Uiterwaarden en de Rijn. En kijk jij dan over de Rijn? Dat is het. Ja. Maar je kunt wel op een rare manier zittend worden afgebeeld. Ik was laatst in Antwerpen en toen keek ik naar het beeld van Willem Elschot. En die zit echt onderuit gezakt. Dat je toch denkt, een beetje... Zo...
Nou ja, als je na een avond lang getafeld te hebben, zo zit hij erbij. Dat, toch, dat is toch wel sympathiek, vind ik. Wil je niet vereeuwigd worden eigenlijk, toch? Ja. Of wel? Nou ja, ik vind het wel Willem Elschot. Ja, je stelt je daar ook wel bij. Omdat hij, ja, zeker. Een Bourgondische figuur. Ja. Huh? En ook iemand die het geen kloot kon schelen. Nee, kennelijk. De volgende galerij is voor jou, Martin. Ja, wat is dit? Ik weet niet, het is een meisje met zeeschelpen. Wacht. Pas. David Beckham. Beckham met zijn zoon. Pas. Madonna. Met, Madonna met... Met iemand, pas. Will Smith met zijn zoon. Ja, moet ik die zoon weten? Geen idee, pas. Johnny Depp met zijn dochter, pas. Beyoncé, pas. Gwyneth Paltrow, nee, pas. Kluivert, Patrick Kluivert, Jordi Kluivert, weet nee, de Jordi is een ander, pas. Geen idee. Jacob. Northwest, Lily Depp. Lily Rose Depp, Shane Kluivert, Apple Paltrow, Beckham, Michael Beckham Dance Made in Harlem. Pas. Frank? Romeo Beckham, dacht ik. Nee, dat is een andere zoon dan. Paris, die dochter van Madonna. Nee, pas. 8 kinderen van wereldberoemde ouders. En deze hebben jullie gemist. Brooklyn Beckham. Hm. En Lourdes Leon. Oh, dat bijna is de dochter van Madonna en Jaden. Carlos Leon, moet ik zeggen. En Jaden Smith. En Blue Ivy Carter. Ja, dat waren ze. Ja, dat zijn ze. Ja, lastig. Maar ja, we zitten in de finale week, hè? Ja, dan wordt een hogere intelligentie verwacht. Dat zie ja. Ook, Goed, de laatste galerij is voor Frank. Dit is de moord op Willem van Oranje. Dit is de slag bij Waterloo. Slag bij Nieuwpoort. Slag bij Hastings? Nee, pas. 1566 is dat... God, hoe heet dat ook weer? In de katholieke kerk. God, zie mijne... Pas. Pas. Dit is het turfschip bij Breda. Pas. Oh. Dit is de Unie van Utrecht. Nee, pas. De vrede. Vrede getekend. Nederlanden. Vrede van de Nederlanden. Spanje. Einde van de 80-jarige oorlog. Pas. Martin. Vrede van Münster en de Beeldenstorm, pas. Beeldenstorm, godzien, mijne. Nou, dan zijn er nog 3, Jacob. Pas. 8 gebeurtenissen tijdens de 80-jarige oorlog. En dit hebben jullie dus gemist. Piet Hein verovert de Zilvervloot. Hm. En dan de verovering van Den Briel. En het 12-jarige bestand. Tussenstand is nu. Jullie staan heel dicht bij elkaar. Martin 133 seconden, Frank 155 seconden. Jacob op kop met 186 seconden. En nu gaat het erom spannen, want in de volgende ronde wordt bepaald wie op de derde plek komt. En dus voortijdig afvalt. En wie de 2 beste spelers zijn die de finale der finales gaan spelen. Dus ja, op nu naar de beslissende ronde. Dat is het collectieve geheugen. Bij elk beeldfragment horen 5 trefwoorden. Het eerste is goed voor 10 seconden, het tweede 20 en zo door naar de 50 seconden. Enfin, dat weten jullie allemaal. En ja, ik zou geen voorspelling durven doen. Martin, jij begint. Je hebt nog alle kans. Ja. Hier is jouw fragment. Zonnestralen en het regent, zonnestralen.
Zeg maar. Ik zie een Nederlands zangduo, twee zangers, Acta en de Munnik. Het regent zonnestralen. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ze zijn ook onderdeel geweest van de Puma's. Acta en de Munnik. Even kijken. Ze zitten ook in streamers. Zaten ze, ze kennen elkaar van de toneelschool van de Cambrai Academie. Pas. Nog één, Frank. Vrienden van Amstel Live, ja, dat is het niet. Zijn uit elkaar, ze hebben een reunie gehad. Ja. Ja. Heel goed. Van wie had jij posters boven je bed hangen? Nee, ja, gek genoeg. Van voetballers. Van voetballers. Op een gegeven moment, voor mij was dat een puberaal iets wat op een gegeven moment overging. Simon Tamata en je moest denken, ik kan een antwoord verzinnen van wie wat ik fan, maar ik had voetballers boven mijn bed hangen. Ja. Maar kijk, ik ben er overheen gegroeid uiteindelijk. Ja, ja. Je hebt het verdrongen zelfs, bij wijze van spreken. Ja. Frank? Ik had geen posters boven mijn bed. Ik wilde dat wel graag, maar ik geloof dat mijn moeder zei dat de muren daar niet geschikt voor waren. Ach, god. Wat een frustratie. Ja, valt mee. Hoe is dat met jou, Jacob? Ik had letterlijk boven mijn bed op mijn plafond een poster van ABBA hangen. Ja. Dat was mijn tijd, ja. En nog altijd? Je bent nog altijd... Nee, zeker niet. Maar toen wilde ik altijd dat ABBA mijn ouders waren. Dat was mijn grote droom. Alle vier. Alle vier. Ja. Gezellig. Goed. Tussenstand is Maarten. Wil je niet weten wat ik boven mijn bed Oh, Maarten natuurlijk. Leon Trotsky. Kijk aan, ook een hele bekende zanger, hè? Ja, zeker. Een hele leuke groep met Lenin samen. Dat is een van de leuke duo's ooit. Ja. Was jij zo Radikalinski dan? Nee, maar ik had die driedelige biografie van Leon Deutscher had ik gelezen over Trotsky. Aha. En omdat hij natuurlijk... Hij is eruit gegooid en vermoord. Dus het had voor mij een enorme romantische betekenis eigenlijk. Mm-hmm. Een romantische revolutionair. Een soort Che Guevara avant la lettre, zou ik maar zeggen. Zoiets, ja. Maar hij had een veel leuker brilletje op dan Che Guevara. Ja. Zegt de tussenstand is nu... Jacob die heeft 186 seconden, Frank 202, Martin 207. Jullie staan nog steeds heel dicht bij elkaar. Jacob, hier is jouw fragment. We vragen u om op aanstaande donderdag massaal... zo massaal mogelijk naar... de hoofdstad van dit land, naar Amsterdam te komen en daar op en rond de Dam te demonstreren. Demonstreren tegen een overheidsbeleid wat in de kern onjuist en onrechtvaardig is. Demonstreren tegen aantasting van de koopkracht voor de laagst betaalde. Demonstreren tegen het uitkleden van de prijscompensatie. Demonstreren voor een beleid van eerlijker delen van inkomen, vermogen, macht en werk. Zeg het mij. Ik herken Wim Kok van de, FNV was hij toen, denk ik. Hij is ook natuurlijk minister-president van Nederland geweest voor de PvdA. Hij roept hier op tot een demonstratie. Wim Kok. Het dubbeltje van Kok. Dubbeltje van Kok, een kwartje van Kok. Pas. Frank? Paars. Netjes. Ja. Tussenstand is nu Martin 207 seconden, Frank 252 seconden, Jacob 263 seconden. Hoe gaat dit aflopen? Frank, hier is jouw fragment. Ik sta hier in het verblijf van Frits de Gorilla. En ik moet u zeggen, ik vind het best een beetje eng, want er hoeft maar iets te gebeuren. Of Frits staat me helemaal in elkaar, dan kan ik er niets en niets tegen doen. Hij staat vlak achter me, ik kan hem niet zien. En ik mag ook niet kijken, want ik mag geen oogcontact met hem maken. Maar ik vind het wel eng natuurlijk. En ik heb nog maar een paar draaitjes. En hij eet ze wel heel erg snel op. En hij klopt heel vriendelijk op mijn schouder. Ik denk dat we wel eens gaan maken. Nou, zeg het maar. Bananasplit Ralf Inbar, Leonie Sazias. Ze zat bij de 50PLUS partij. Het was een televisieprogramma. Ralf Inbar was getrouwd met Sonja Barend. Pas. Martin? Ze zat bij de AVRO. Sonja Barend, Ralf Inbar komt uit Israël. Het is mensen in de maling nemen
Frans Bauer heeft dat later ook gedaan in dit programma. Even kijken. Avro Tros. Nee, ik weet het niet. Pas. Maakt niet meer uit. Jacob. Diergaarde Blijdorp. Gorilla. Ralf Wimbers overleden. Hij was even met Patricia Pai. Pas. Ja, dat was een programma met een verborgen camera. Met een candid camera. Dat, zo heette dat. Kijk, dit is nu de stand. De eindstand. Frank, jij hebt 302 seconden. Je gaat door. Ja. Jacob, 256 seconden. Gaat ook door. Jullie gaan samen de grande finale spelen. En ja, Martin, we moeten helaas afscheid van je nemen. Je bent derde geworden. Je hebt brons. Dat is toch heel eervol. Je hebt 9 keer meegespeeld. 5 keer de slimste van de dag. Nou ja, dat is echt een enorm succes. En je hebt respect voor de hiërarchie, hè? Je laat je hoofdredacteur tweede worden. Jij bent keurig derde. Daar kan geen enkel probleem over ontstaan. Ik zou dat nooit in mijn bek kunnen krijgen, maar als jij het zegt... Ja. Applaus voor Martin! Ja. En wij gaan nu de finale spelen met Jacob en met Frank. Noem het de grande finale, de grote finale of de finale der finales of desnoods de eindafrekening. Hoe dan ook, het gaat erom wie de slimste wordt van dit 19e seizoen. Wel, dat is degene die de tijd van de ander op 0 seconden brengt. Gaat het, Jacob? Ik vind het spannend. Ja, toch wel. Ja. Ja, Frank? Ik sluit me hier volledig bij aan. Allemachtig. Goed. Nou, zullen we dan meteen beginnen, ja, hè, om de spanning te breken. Jacob, ja. Wat weet je van Sammy Davis Jr.? Sammy Davis Jr. is een zanger uit Amerika. Hij is Afro-Amerikaan. Hij zat bij de Brat Pack samen met Frank Sinatra. Hij trap op in musicals, in films. Hij is ook acteur. Hij kon tapdansen. Pas. Frank? Speelde veel in Las Vegas, in die hotels. Pas. Ja, en hij was maakte deel uit van die roemruchte vriendenclub met Frank Sinatra en Dean Martin. Dean dat noemde het de Red Pack. En ik zei de Brat Pack. Nee, ik zei de Brat Pack. Ja. Dat is wat anders. Ja, hè? Ja. En zijn bekendste nummer is de Mr. Bojangles. Oh ja. Ja. Frank, wat weet je van de dode zeerollen? De dode zeerollen, is uit het Joodse geloof? Daar weet ik helemaal niks van. Pas. Jacob? Perkament, religie, geloof, christendom, Oude Testament, pas. Ja, het zijn geschriften met onder andere de Hebreeuwse Bijbel. Gevonden in grotten tussen 1947 en 1956 door een herder die op zoek was naar een verdwaald schaap. Oh ja. Ja, oh, Frank, ja. Wat weet je van sperma? Sperma is zaad van de mens. Komt bij een zaadlozing vrij, bij een ejaculatie inderdaad. Kan hem bevruchten, eicellen. Ze zwemmen, ze zijn met miljoenen tegelijk eicellen, sperma. Het is wit, het is kleverig, pas. Jacob? Teelballen, penis, pas. Ja. Ai. Frank, ja. Wat weet je van Leo Tolstoy? Leo Tolstoy is een Russische schrijver uit de 19e eeuw. Oorlog en Vrede, Anna Karenina. Ja, zo, dat is even knallen. Ja, Jacob die heeft nu 78 seconden. Wat zei je? Had ik ook geweten. Ja, 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 maar helaas. Heb je niks aan. Nou, ik heb een vraag voor jou. Ja. Maar je hebt 78 seconden. Ja. Dus kijk uit. Wat weet je van vlammetjes die je kunt eten? Vlammetjes is gefrituurd, het is heet, je brandt je mond aan. Er zit iets, hoe heet het, vegetarisch in, pas. Frank? Bittergarnituur, borrelplank, het is vlees, het zijn een soort frikadelletjes, pas. Het is een snack, het is een soort mini lumpia en daar zit gehakt in. Het is gevuld met gehakt, ja. Jacob, 70 seconden. Frank heeft genoeg aan 4 goede antwoorden, maar jij begint. Wat weet je van het Uffizi? Uffizi is een museum in Florence. Daar staat de David, Michelangelo, pas. Frank. Ik weet er niet zoveel van. Ja, ik dacht ook dat de David die staat er. Michelangelo, Leonardo da Vinci staan al te lange rijen. Je moet ervoor reserveren, pas.
Ja, het waren oorspronkelijk de kantoren van de Medici-familie. Vooral bekend van Italiaanse renaissance-kunst. En je kunt er de geboorte van Venus zien, van Botticelli. Een van de bekendste werken al daar. Jullie staan praktisch gelijk. 1 seconde verschil. Frank heeft genoeg aan 3 goede antwoorden. Jacob heeft genoeg aan 3 goede antwoorden. Frank begint. Dat is een voordeel, zeker in dit stadium. Wat weet je van Burle? Burle? Van Burlen, ja. Pas. Jacob. Herten doen dat. Het is geluid wat herten maken. Als ze bronstig zijn. Ja! De eerste acteur ooit is de slimste mens van dit 19e seizoen. Van alle, nou ja, nooit eerder een acteur. Godverdomme. Dat is toch geweldig. Van harte. Acteurschilder kan tevreden zijn. En ja, Frank, je hebt het ontzettend goed gedaan. Je bent 2e geworden. Ja, dat de herten mijn nekken. Ja, dat het burlen, ja. Het burlen, ja. Daar ging je mee plat. Of ja, plat, kopje nat. Onder, alles, nat, ja. Alles. Goed, Jacob, je krijgt de trofee natuurlijk uit handen van de vorige slimste winnaar. Dat is cabaretier Lisa Loep. Ja. Wauw. Wat heb je het waanzinnig gedaan. Wat was het spannend. Ik ben heel blij dat je de beroepsgroep, het acteerwerk, toch ja, in hoge ere hebt hersteld. Ja. Zeker in deze tijd. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Overal waar je komt zeggen mensen, ben je echt zo slim? Niemand wil meer pubquiz met je spelen. Maar deze heb je hartstikke hard verdiend. Dank je wel. Dankjewel. Mensen. Ja, ik ben hier ontzettend blij mee. Inderdaad, heel blij voor de beroepsgroep ook. Zo ziet iedereen dat. Ik wend me even tot het Nederlands publiek, dat acteurs niet alleen tekst kunnen leren, maar slimmer zijn dan dat. En het zou ontzettend fijn zijn als voor mij, maar voor de hele beroepsgroep, u, Nederlands publiek, in 2022 weer kaartjes koopt voor het theater. Want we hebben u gemist. We konden heel veel voorstellingen niet spelen. En we hebben u nodig. En ik draag, ik draag deze op aan mijn dochter, Kay. Die uiteindelijk nog veel slimmer is dan ik. En zij zei, doe nou een keertje mee. En daar sta ik. Oké. Dankjewel. Dankjewel, Jacob. Dat was het. We hebben een fantastische winnaar. We nemen afscheid van u en zien elkaar hopelijk komende zomer weer terug. Ondertussen kunt u natuurlijk de slimste mens blijven spelen via de app. Met dank aan onze Eenmansjury. Het helderste licht aan het kennisfirmament. Maarten van Rossum, dank voor het kijken en tot ziens. Omdat we naar elkaar omkijken. CRV.